het Burgerpark in Bremen. Hier ontdekte een jogster op 5 januari 2014 het lichaam van de Eritrese asielzoeker Kasai Mekonnen. Hangend aan een boom. Waarom hij naar Duitsland ging, weten we niet. Hij woonde in Nederland, op het asielzoekerscentrum in Leersum. En hij was bezig om zijn vrouw en kinderen ook daar naartoe te halen. Maar vlak voor kerst verdween Mekonnen spoorloos. Al meer dan een jaar proberen wij, journalisten van OneWorld, Argos en Radio Bremen, te achterhalen wat er precies met Mekonnen is gebeurd. Daar hangt nog een stuk van een gordel, de knoten. Ja, den hebben we afgesneden. Boah, daar hangt hier nog. Dat is ja makaber. Dat is ja echt makaber. Die hebben den afgesneden. Ja. En niet meer die resten hier. Aha. Ah, ja. Ja. Zeg ich mal? Ja. Das ist er, ja. Ist eindeutig, ne? Das ist er, ja. Ja, 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 ja. Dass sie den hier gelassen haben. Dass sie ihn hier gelassen haben, ja. Ja. Gut, zeig mal deine Hände jetzt. De Duitse politie concludeerde meteen zelfmoord. Maar zij beschikten niet over alle informatie die de Nederlandse politie in handen had. Misschien hadden ze meer diepgaande onderzoek moeten doen. Want een asielzoeker die amper 5 maanden hier in Nederland is, die blij was dat hij hier kan blijven. En dat hij ook van plan was om zijn gezin hier naartoe te halen. Dan denk je, deze man was blij. Tarike te Kwabo is een ver familielid van Mekonnen. Nu, 1,5 jaar na diens dood, houdt de zaak hem nog steeds bezig. Waarom zou hij dan helemaal naar Duitsland reizen en daar zelfmoord plegen? Hij woont in Nederland, dus dat is een beetje bizar, dat is raar. Het politiedossier roept alleen maar meer vragen op. Waarom staat er niet in dat Mekonnen voor zijn dood werd bedreigd door een andere Eritreër? En wat is er gebeurd met signalen dat hij onder druk stond van mensensmokkelaars en mogelijk zelfs orgaanhandelaren? Nou, dit zijn de foto's van Paco. De laatste reis van Kasai Mekonnen. 12 september bij OneWorld en Argos.